Dames en heren, jongens en meiden, welkom terug bij een gloednieuwe video van ja, Gamerboy Jens. En we zijn weer in oktober en dat betekent maar één ding. Halloween in Roblox! Ja, ik heb een speciale vroege toegang gekocht. Dat kost 5 euro per maand en dan kan je al rondlopen. Ik weet niet of je voor de spookhuizen ook nog moet betalen, maar anders gaan we dat zeker doen. Er zijn dit jaar, als het goed is, 5 spookhuizen wat ik weet. Oké, we lopen nu door een zone heen. Gelijk een aanpassing. Als mensen je in een zone laten schrikken, dan gaat je beeldscherm gaat dan ook trillen. Dus zeg maar, dan draait hij even. Ik neem aan dat ik voor de spookhuizen... Ah! Ik schrik nu al, bro. Ik ben nog eens in een spookhuis en ik schrik nu al. Dit zijn alle spookhuizen. Ik schrik nu al en ik zit nog eens in een spookhuis. Dit zijn alle spookhuizen. Graveyard Madness into... Ik kan me herinneren dat ik Graveyard Madness heb gedaan, maar misschien is die aangepast. Barney Terror, Carnival Carnage, Legend of Bigfoot en Lost Riches. En hier ben ik gelijk het eerste spookhuis. Ik neem aan dat ik gewoon naar binnen kan, toch? Ja. Nee. Dus, maar dit vind ik wel heel slecht. Want ik betaal dus al 5 euro nu per maand voordat ik vroege toegang heb. En ik kan nog geen eens de spookhuis in. We gaan natuurlijk wel dit gewoon aanschaffen. Oké, de Robux zijn gekocht als het goed is. Ja, we house access nemen we. 2024. Betekent dit dan dat ik elke dag dat dit open is... Want het is nog vroege toegang. Hierna is het volgens mij nog de hele maand in oktober nog open. Betekent dan dat ik de hele maand toegang heb. Want voor 50 Robux is dat... geen geld. Je betaalt voor 40 Robux betaal je 60 cent. Dan kunnen we de spookhuis in. We gaan het eerste spookhuis doen. Lost Riches. Daar gaan we, jongens. Eindelijk. We gaan. Ik ben ook weer zo bang, ouwe. Ik voel me gewoon die zenuwen. Ze gillen door mijn lijf. Oh. Ik zie daar al iets. Bro! Daar hier links. Hier rechts dan. Ah! Holy shit! Het is nu ook je scherm gaat trillen. Bro. Oh. Het geluid staat zo hard, ouwe. Ik word gewoon bijna doof hier. Ga je rechts dan? Not the captain. Dat dacht ik dus al. Het is wel tot nu toe echt al een mega upgrade. Maar ik denk hier links. Zoals ik al dacht. Ah! What the fuck, ouwe? Bro. Jullie naar rechts. Hierboven denk. Ja! Ik voorspel ze wel. Oh! Ja, ik kijk eerder naar die man hier zo. Spookjes is ook al lang. Nou, een van die gasten gaat natuurlijk op je afkomen. Ah! Zo. Je merkt wel dat er zoveel verbeterd. Het is zo vet geworden. De spookhuizen zijn zoveel beter. Nou, dat was het. Dat einde vond ik een beetje
tegenvallen. Want of ik ben gewoon langs een veilig stuk gelopen waar geen acteurs waren, want je kon twee kanten kiezen. Of er was oprecht niks. Graveyard. Into the catacombs. Ik heb wel een soort graveyard madness. Dat klonk echt heel erg alsof iemand aan het kreunen was. Maar goed. Ik heb wel een keer een graveyard madness gedaan in dit spel ook. Dat was gewoon een huis. Alleen nu heet het graveyard madness en de catacombs. Nou jongens. De kwaliteit is ook goed geworden. Bro, ouwe. Holy shit. Oh! Het is maar Roblox. Ah! Het is maar Roblox, Jens. Denk hier rechts. Holy fuck, ouwe. Holy fuck. Ja, hier links. What the fuck? Nou, is hier nog wel komen. Ik keek naar die richting, omdat ik dacht, ja, hoe heet het? En ik ga het bij de grafkist gebeuren. Hier rechts. What the fuck? Naar hier links. Deze scène blijft vet hier. Die zat er bij het vorige huis ook al in. Bro! Ja, er zal nu wel het echt komen. Bro! Ja, maar bro! Ja, maar bro! Hallo! Goedemorgen! Nee! Dit het? Ik vond hem kort. Ik vond die van 2 jaar geleden vond ik sterker. Voor mijn gevoel. Dat vond ik wel sterker. Wij gaan nu naar Carnival Evil Carnage. Evil Carnage. Een spookhuis met clowns. Dit is Haunted House. Even kijken. Staat er niet ergens een info dingetje? Het zijn gewoon clowns. We zullen het maar moeten ervaren. Dit deuntje. Dit is het laatste spookhuis wat we deze video doen. In de volgende video doen we de laatste 2 spookhuis. En lopen we even snel door de zone zijn om even te kijken hoe het allemaal is. Want ik geloof niet dat dit allemaal is. Er moet voor mij gevonden wel veel meer zijn. Misschien is er ook een show of zo. Daar gaan we. Carnival of Carnage? Weet ik hoe die heet. Ja. Clowns. Ik ben benieuwd. Oh, dit is kut. Oh, dit is kut. Ik dacht echt. Dit is kut, ouwe. Wow. Ook van jou niet. Oh! 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 Je moet natuurlijk ook al die schrikgeluiden. Wow. Al die scaregeluiden, dus dat ze lachen of dat ze. Ik denk dat je na een tijdje begin je het door te hebben of zo. Oh! What the fuck, ouwe? Ik wil wel rustig kijken hoe die gast zat. Dat is wel lijp. Oh!
moet ik nou heen? Deze kant. Voor mijn gevoel is dit spookhuis nu al langer dan Graveyard Madness. Love Shack. Tickets. Nou, ik wil wel kijken. Kijk, hier word ik niet goed van. Kasteel. Oh. Bro. Hier. Hier denk ik. Maar dit is raar. Ja, hier voor me. Oh. Dit is... Oh! What the fuck? Die heeft de tijd geduurd om te maken en te animeren, ik vertel het je. What the fuck, hé? Hey? Die laatste. Die was vet. Nou, dit was dan het einde van deel 1 hier in Roblox Halloween. Deel 2 komt zeer binnenkort online. Check mijn TikTok, link in de beschrijving als je wilt zien wanneer. Daar ga ik het op bekendmaken. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Waarin ik waarschijnlijk nog harder ga schrikken. Later.